Ik let wel op deze keer. We zijn welkom allemaal. We zijn begonnen met Topnames. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Steven van Wel. Steven, je bent eerder bij ons geweest. En wat we dan wel eens doen is kijken in onze om te beginnen archieven, wanneer dat was. En ik heb een prachtig citaat van je, wat een mooi is, denk ik een mooi bruggetje is naar wat je nu aan het doen bent. Ja. Walter is dat namelijk. Want je zei destijds, de quote die ik uit 3 jaar geleden volgens mij, een artikel van 3 jaar geleden heb. Ik heb de laatste, in de laatste 18 jaar zeg ik, ik weet niet of dat 18 jaar of 8 jaar was, maar appartementen gebouwd omdat ik heel graag zelf wilde wonen. En het heel erg stom vond hoe dat ging. Toen ben ik iets in drukwerk gaan doen omdat ik dat heel erg stom vond. Toen ben ik Karma gaan bouwen omdat ik dat heel erg stom vond. En nu ga ik in de komende maand iets komen wat ik heel erg stom vind. En dan ga ik daar een paar keer tegenaan lopen en dan besluit ik er iets aan te gaan doen. En dat wordt mijn volgende project. Nou, wat is het volgende project geworden waar je nu over komt vertellen en waar ben je tegenaan gelopen? Ja, ik ben tegen een baksteen aangelopen. Ja. Het volgende project is Walter. En Walter is een makelaar. Ik ben een aantal jaar geleden tegen een aantal makelaars aangelopen. Je ging een huis kopen? Ik ging een huis kopen. En we zagen heel erg op zoek naar welke vragen heb ik op dat moment. En welke vragen worden nog niet beantwoord. Door samen te werken met een makelaar, door samen te werken met mensen die er verstand van moeten hebben. Dat was denk ik nu 2 jaar geleden. En langzamerhand werd het mij duidelijk dat ik een makelaar moest gaan worden. Oh ja? Ja. En maar leg uit waarom. Wat ging er mis toen jij... Nou, er ging niet zozeer iets mis, maar het was vooral de manier waarop ik tot de antwoorden kwam. En dus bij het kopen van een huis heb je heel veel vragen. Je wil weten, is die woning echt zoveel waard? En zeker in een markt zoals vandaag vraag je je af, moet ik echt zoveel geld neerleggen? Ja. Je vraagt je af, kan ik dan nog iets verbouwen aan deze woning of wordt het dan helemaal te gek? En je vraagt je ook af, ik vind dit een hele mooie woning. Ik loop naar binnen en ik word daar verliefd op. Dan gaat er emotie meespelen. En eigenlijk wil je dat die emotie een klein beetje wordt weggehaald, omdat je een enorm grote investering gaat maken. De meeste mensen, waaronder mezelf, kopen 2, 3 keer misschien, als we geluk hebben, in ons leven een huis. Ja. En dan kan je nooit een expert worden, als je iets maar 2 of 3 keer doet. Nee. En toen dacht ik van, wat nou als we zelf een makelaar gaan bouwen, met technologie in ons achterhoofd. Met als doel om mensen een expert te maken tijdens het kopen van een huis. En daar is Walter toen geboren. En hoe doe je dat met Walter? Ja, wij kijken met Walter naar alle woningen die in de afgelopen 12 maanden op de markt zijn gekomen. Dat doen we samen met het kadaster. En we kijken hoeveel die woningen waard zijn in vergelijking met het pand waar jij op dat moment naar aan het kijken bent. Dus in de makelaardij heette dat referentiepanden. We kijken naar een appartement, dan kijken wij naar 50 appartementen in de buurt. Je koopt een villa, kijken wij naar 50 villa's in de buurt. En we vergelijken eigenlijk de eigenschappen van de woning die jij zelf wilt gaan kopen met wat er in de buurt gebeurd is. En op basis daarvan kunnen wij een hele onafhankelijke en eerlijke schatting maken wat die woning op basis van de markt waard is. En dat vergelijk je dan met de vraagprijs. En dan kun je eigenlijk gaan zeggen, nou, deze woning zou iets meer of iets minder waard moeten zijn. Maar is dat het hele verhaal? Of het klinkt alsof het één van de elementen is waar je net over sprak. Ja, het was voor mij destijds tijdens het kopen van een woning was een hele grote vraag. Hoeveel moet ik nu bieden om mijn koffertjes te pakken, mijn dozen in te pakken en naar deze woning toe te gaan? Ja, afhankelijk van hoe lang dat geleden was. En ik weet dat jij in Amsterdam woont. Klopt. Weet jij zelf ook dat dat niets te maken heeft met de feitelijke waarde van het huis, wat jij moet bieden? Nou, en dat hangt er vanaf hoeveel idioten er nog over de vraagprijzen aan het bieden zijn. Hoe hoog de nood is bij die mensen. Ja. Hoe lang de betreffende dame zwanger is. Ja. Dat zijn de factoren die beïnvloeden wat een huis waard is. Ja, en gek genoeg zijn al deze soort van emotionele factoren, die zijn terug te vinden in de verkoopprijzen van alle panden in de buurt. Dus als een buurt heel erg populair is, dan is er meer emotie en dan staan er meer mensen zeg maar, op het lijstje te bieden. En dan gaan de prijzen naar boven. En daar moet jij zelf beslissen of je daarin mee wil gaan, ja of nee. En wat we bij Walter kunnen doen, is een kleine soort van sanity check inbouwen. Om je te vertellen, in de buurt wordt er 6% overboden. Als je dat bij deze woning zou doen, dan kom je op bedrag X, Y, Z uit. Kleine heads up. dat de werkelijke waarde van de woning, als de markt niet zo spannend is, die zal wat lager liggen. Omdat we hebben gekeken naar wat er in de buurt gebeurd is. Nou, op die manier kunnen we eigenlijk heel erg accuraat voorspellen voor hoeveel een woning weggaat. Maar we kunnen je ook vertellen, als de woning bijvoorbeeld in slechte staat is, voor hoeveel geld je een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer kunt kopen. En wat je woning dan waard is. Ja. En dat was, zeg maar, deze combinatie. Ja. Dat was bij mijn huis eigenlijk ook het geval. Van een prachtige woning, maar toch wel een nieuwe vloer. Toch wel een nieuwe keuken. En wat gebeurt er dan met de waarde van de woning? En is het dan nog steeds een verstandige investering die je maakt? Ja. Hey, hoe doe je dat laatste stuk? Want die eerste, zeg maar, die snap ik. Je data uit het verleden vertaal je naar het heden. Ja. Maar hier komen er allerlei ingewikkelde elementen bij. Ja. En ik kijk heel veel Engelse huisprogramma's waar mensen gaan kijken van... Ik zou geheim verklappen, even kijken het liefst naar hele slechte Engelse series. Ja, dat is mooi, hè? Location, location, location. En dat is niet voor niks. Hè? Ja, dus dat suggereert eigenlijk, het maakt allemaal, wat jij vertelt, die keuken is eigenlijk niet zo interessant. Nee. Die vloer is niet zo interessant. Het is een huis in een populaire buurt en dat bepaalt de prijs. Hoe neem jij die andere factoren mee? Nou, die andere factoren die hebben een stiekem per woning toch wel verschil. He, dus wij zitten hier in Amsterdam in een populaire buurt, plantagebuurt. Daar zijn woningen die heel erg mooi zijn. Die hebben een relatief gezien hoge vierkante meterprijs. Een huis heeft een prijs per vierkante meter. Als je dan het aantal vierkante meters pakt en je vermenigvuldigt dat met die prijs, dan heb je de koopsom. Hoe mooier de woning van binnen, hoe hoger die vierkante meterprijs. Dat betekent ook, als je de vierkante meters weet en de verkoopprijzen weet, doordat wij in het kadaster en in de basisregistratie kunnen kijken, kunnen wij eigenlijk bepalen of een woning in het laagste segment valt of in dat topsegment. Ja. Nou, en op basis daarvan kun je weer gaan bekijken wat er in het topsegment heel erg overboden. Zo weten wij bijvoorbeeld dat op dit moment in de grachtengordel wordt helemaal niet overboden. Ja, klopt. Daar zit je een aantal procent onder de markt. Terwijl als je nu naar buiten doet lopen, denkt iedereen dat je hier 5-6% moet overbieden. Dus je probeert heel erg te kijken naar wat doet de staat van onderhoud van een woning met de positionering van die woning op de markt. En wat betekent het dan als je zo'n hele fixer-upper, een opknappertje, als je die moet verbouwen. En dat kan van woningen van 2 miljoen zijn, maar dat geldt ook voor woningen van 2 ton. Hey, hoe zit het met die data? Kijk, ik ken dit toevallig omdat ik een beetje... Ik ben een beetje eigenwijs en als de gemeente de WOZ-waarde van mijn huis vaststelt, dan ga ik daar niet zonder meer mee akkoord. En dan ga ik natuurlijk in het kadaster kijken wat de WOZ-waarde is van vergelijkbare huizen in de buurt. Ja. En dan kies ik natuurlijk de huizen met de laagste WOZ-waarde en ga ik zeggen dat dat het vergelijkingsmateriaal moet zijn en niet die. Ja. Zijstapje. Die data is er. Kan je allemaal... volgend jaar gewoon mooi bij ons doen. Mooi bij jullie doen. Ja. Maar ik vind het alleen al leuk om te doen, weet je, als data nerds, want dat zijn we natuurlijk allemaal een beetje. Ja. Die data is er. Ja. Ik moet daar gewoon voor betalen bij het kadaster. Ja. Jullie ook? Wij ook. Ja, ja, absoluut. Krijg je dan een real-time koppeling als je een start-up begint zoals die van jou, dat je zegt ik wil gewoon toegang tot al die data? Kun je dat met het kadaster uit onderhandelen? Nee, het kadaster is eigenlijk een heel erg prachtig orgaan. Ik heb ook geleerd afgelopen maanden dat we een enorme luxe positie hebben in Nederland, dat alles zo goed geregeld is. Ja. Er zijn heel veel verschillende bronnen en het kadaster is daar één van. Wij krijgen, net als heel veel andere partijen in Nederland, aan het einde van de maand een e-mailtje van het kadaster. Daar zit een mooie bijlage bij. Met een Excelletje. En iedereen krijgt ook gewoon dezelfde. En het is eigenlijk heel erg prettig dat iedereen met hetzelfde document levert. Dat is toch heel ouderwets? Het is heel ouderwets, maar het gaat uiteindelijk om wat je daarmee doet met die data. Natuurlijk. Ja, dat betekent... Maar geen API, niks koppelen, niks real-time, niks... Gewoon Excelletjes. Nee, gewoon Excelletjes. Ja, eigenlijk gewoon heerlijk. Ja. En je merkt ook dat het is helemaal niet nodig om in real-time dat soort data binnen te krijgen. Wij kijken altijd naar een periode van 12 maanden. En vervolgens, dat wordt elke keer ververst. Het heeft helemaal niet zo heel veel nut om exact te weten... de woning van de buurman is voor 3% meer verkocht. Want dat kan best zo zijn dat die buurman een hele mooie wc heeft. Dus je gaat veel meer kijken. Je gaat naar gemiddelde kijken. En die gemiddelde, die passen wij toe op verschillende rekenmodellen... die wij hebben ontwikkeld bij Walter... om dan de waarde van een woning te kunnen inschatten. Ja. Hey, en ik probeerde naar je site te gaan, ik mocht er nog niet in. Ik mag er ook niet op, ja, dus niet? Je kunt wel zeggen dat je iets hebt, maar ja. ik kan dat nog niet. Ja. Het hele mooie nieuws is dat dat vanaf nu wel kan. Oké. Ja. Wij hebben afgelopen weken een enorm hard, mijn co-founder Marcel en iedereen in het team, die heeft afgelopen weken heel erg gewerkt om de stijger die we hebben gebouwd, om die soort van langzaam af te bouwen. Ja. Vanaf nu kan iedereen erin. Hebben wij de primeur tijdens de avond? Ja, jullie hebben de primeur, uiteraard. Ja. Uiteraard. Dat niet anders verwacht, hoor. Ja. Nee, we willen eigenlijk iedereen die in Nederland aan het kijken is naar een huis, en dat je je huis gaat walteren en daardoor alles te weten komt over de woning zelf, maar ook de buurt waar de woning in staat. Nu gaat dat heel erg om een prijs. Straks gaat dat bijvoorbeeld veel meer om de leefomgeving. Want uiteindelijk, je zegt net locatie, locatie, locatie. Dat is uiteindelijk ook hoe wij willen dat mensen naar woningkopen gaan kijken. Maar ik zit een klein beetje aan mezelf te denken. Dat zullen meer mensen doen natuurlijk. Net zoals mensen naar zichzelf googelen. Ja. Dan ga je natuurlijk ook gewoon naar je eigen huis kijken. Absoluut, Wat is mijn eigen huis nu? Wat is hij nu waard? Wat is hij nu waard? Ja. Hey, hoe verdienen jullie je geld? Wij hebben op dit moment twee manieren om geld te verdienen. Eén is een heel erg traditioneel abonnement voor mensen zoals jij, die graag op de hoogte willen blijven van de waardeontwikkeling van hun woning. Daar betaal je €9 voor per maand, om alle mogelijke insights te krijgen in de markt. Het is ook voor een heel groot gedeelte gewoon gratis. Wij vinden namelijk dat iedereen toegang moet hebben tot die data. Maar we vragen een klein beetje geld per maand als je langer terug wil kijken. En dus als je langer dan 24 of dan 12 maanden terug wilt kijken. En als je direct toegang wil hebben tot de makelaars die bij het team van Walter werken, om met jou mee te kijken naar de woningen die er zijn. Hey, woont zelf in Amsterdam. Moeten jullie voor elke gemeente, elke stad dit opnieuw gaan organiseren? Het is wel leuke start-up humor. Ja, ik heb me gelijk aan. Wat zie je voor iets moois? Ik kan nu eindelijk aan de slag en dan zeg je, start je zoektocht, dan moet ik een woonadres invullen en er staat dan gelijk wat je nodig hebt voordat je aan de slag kan, dubbele punt, wordt een erkende makelaar in jouw buurt. Grapje. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. He, dus we proberen eigenlijk het huiswerk. Ik kom zo terug op jouw vraag. Ja. Maar het grapje en het huiswerk wat een makelaar doet, draait tegenwoordig heel erg om het maken van Excel-sheets. Het vergelijken van huizen. Sommige mensen doen dat op een A4'tje. De betere makelaars doen dat in prachtige rapporten. En wij hebben eigenlijk gezegd, wij gaan kijken wat doen de beste makelaars op de markt. Hoe gaan die om met berekeningen? Hoe kijken zij naar woningen in de buurt? En kunnen we dat advies, dat huiswerk, kunnen we dat automatiseren? Zodat jij en ik, maar ook een makelaar, gebruik kan maken van Walter. En dat stukje eigenlijk op de automatische piloot zet. Ja. Hey, maar dat bedrag wat je net noemde, wat zei je? €9 per maand. Daar moet je heel veel klanten voor hebben. Daar moeten we heel veel klanten voor hebben. En daarom hebben we nog een nieuwe manier verzonnen om ook geld te verdienen. Ja. En dat is mensen helpen tijdens het begeleiden van de aankoop. Het is samen met jou meedenken, met jou gaan onderhandelen. En eigenlijk, wij noemen het soort van de superkracht die er bij Walter is dat wij niet 20 huizen ooit hebben begeleid. Maar dat we de data hebben van inmiddels meer dan 240.000 woningen die afgelopen jaar in Nederland verkocht zijn. En dat worden er natuurlijk steeds meer. Ja. We gaan nu tellen. En die data, die geaggregeerde berekeningen, daar gaan wij jou in meenemen. Zodat wij bijna op de euro na jou kunnen vertellen wat het juiste bod zou moeten zijn om een woning te kopen. Ja. Hey, een gewoon huis in Durgedam, is dat een eengezinswoning? Of? Ja, dat zou vaak een eengezinswoning. Maar dat klinkt zo raar. Ik vind dat jij wel een eengezinswoning hebt. Nou ja, maar wel een vrijstaande eengezinswoning. Ja, dat kan ook een rijtjeshuis zijn. In een hout... Nee, je hebt geen, jij hebt geen rijtjeshuis. Ik ben natuurlijk mijn eigen huis als eerste aan. Ja, maar je hebt geen rijtjeshuis. Nee, maar een eengezinswoning kan ook een rijtjeshuis zijn. Ja, dat bedoel je. Ja, dat heb je gelijk. Maar staat jouw woning in een rijtje? Dat is het idee van een rijtjeshuis. Staat naast een ander huis. Dan is het een 2 onder 1 kap, volgens mij. Nee, is dat vrij. Ook niet. Je kan er omheen lopen. Dan is het vrijstaand, volgens mij. Ja, maar is het dan een eengezinswoning? Of een... Dus geen herenhuis, is geen grachtengrond. We gaan jou niet extra rekenen als jij 2 keer probeert. Het is een villa gewoon, vind ik. Het is een villa. Nee, een village. Nee. Een oude houten villa. Nou, ik zou gewoon inmiddels 1-gezinswoning erin zetten. En dan eens gaan kijken wat eruit komt. Gaat goed. Nu kan ik zeggen, wat voor soort huis? Rijtjeshuis, ja, ik ga altijd gelijk... Ja, soort, nee, helemaal leuk. En dan hoop ik natuurlijk dat het straks werkt. Dat is altijd wel spannend. Dat wij weten wat jouw huismaat is, dat betekent. Vrijstaand huis, hoeveel verdiepingen? Even kijken. Ja, praat rustig door. Ja, dat is best lastig. Maar goed, ik had namelijk die andere vraag, toch? Want de vraag, daar weet jij natuurlijk zelf alles van. Over de schaal, gaat over de schaalbaarheid van een dienst die je ontwikkelt. Zoals ik het nu hoor, klinkt het voor mij, dit gaat over Amsterdam. Daar heb je die afspraak voor gemaakt. Ja. Hoe maak je dit, laten we even bij Nederland beginnen. Komen we straks wel op de rest van de wereld. Ja. Hoe zorg je ervoor dat dit ook in Alkmaar, Doetinchem en Groningen werkt? Nou, dat is dus weer die luxe van het hebben van een heel goed centraal agentschap in de vorm van het kadaster. Het kadaster is landelijk. Okay. Dus dat betekent dat wij van elke woningtransactie die er plaatsvindt in Nederland... En of het een schuur is of een flat is, krijgen wij de koopsommen binnen. Mm. Nou, sommige mensen berekenen daarmee de WOZ-waarde. En wij richten ons heel erg op die commerciële waarde. Nee, dus je hebt bij het kopen van bakstenen heb je de vraagprijs... die eigenlijk 0 relatie hoeft te hebben met de marktwaarde van een woning. En uiteindelijk, want dat is een beetje wat de gek ervoor geeft. En dan heb je nog eigenlijk de echte waarde... En dat is een rekenmodel waarbij je gaat kijken naar die referentiepanden. En dan zegt, eigenlijk zou die zoveel waard moeten zijn. En het kan best zo zijn dat eigenaar Piet of Henk meegaat. Jij zegt altijd dat ik in zo'n dure wijk woon. Dat is helemaal niet zo. Zie, dat is gewoon een heel bescheiden huisje. Is dat alles? Ja, dat is gewoon 470.000 euro. Ja, en wat gebeurt er in de markt? Heb je daarna gekeken? Als je iets naar beneden scrollt, dan kan je ook een beetje zien hoe populair de markt is... en hoeveel mensen er met grote koffers geld rondlopen. En dan kan, als het goed is, kun je zien hoeveel er geboden wordt versus hoeveel er verkocht wordt. Het is jammer dat je niet even je scherm gedeeld hebt met... dat heb ik wel gedaan, maar dat weet Martinus. Ah, iedereen kan natuurlijk nu even zijn huis gaan walteren. Daarom, en dan weten we dat allemaal weer. Ja, maar kijk, nu ziet hij eerst zijn eigen scherm. Ja, nee, het is natuurlijk... Kijk. Mm. Nou, je bent nu ineens alweer... Is het je eigen huis nu? Nee, de schatting als nieuw was. Oh ja, maar dat is niet nieuw. Dan is het 660. Een kritische makelaar. Dat ziet er niet best uit. Ja, dat is toch wel interessant. Maar ik dacht dat hij alweer 2 ton gestegen was in de afgelopen maand. Terwijl we zitten te praten. Het hele leuke is dat wij afgelopen half jaar aan het testen zijn met een groep van ongeveer 100 mensen. Sommigen heel erg actief aan het kijken naar huizen kopen, zonder minder actief. En een van de meest verslavende dingen die wij zien is dat mensen inderdaad je huis even er doorheen halen. Ja. Ik doe het zelf ook. Dus ik kijk iets vaker dan gemiddeld waarschijnlijk. Ja. Maar ik kijk toch wel eens in de 2 weken wil ik even kijken wat gebeurt er nou eigenlijk in de buurt. Ja, is dat weer gestegen? Ja, nee, daarom. Kijk, ik zie allerlei mensen die ook al aan het bieden zijn op jouw op mijn huis. Dat weet je vrouw nog niet, maar... Ja, nu is het opeens nog 6 ton. Ja. Dat is een duur huis. Ja, nee, daarom. Kan je in de boot gaan wonen en heb je gewoon dit... snap ik. Nee, dat veel verslag... ook weer. Willem Beuk mag niet, hè? Jawel. Mag dat in beeld? Ja, voor mij wel, ja. Het is veel te veel waard, joh. Nee, fascinerende tool natuurlijk, maar even serieus. Hè. Ja. Er zitten natuurlijk ontzettend veel variabelen die nauwelijks uit die data te halen zijn. Hè? Kijk, ik woon op een atypisch straatje in Amsterdam-Noord, waar bizarre bedragen betaald worden voor huizen die dat denk ik niet waard zijn. Ja. Hoe corrigeer je daarvoor? Want kijk, je haalt natuurlijk... Ik snap wat je doet. Je haalt de WOZ-waardes op, je haalt de transactieprijzen op bij het kadaster. Weet je, dan kun je allerlei omgevingsfactoren nog gaan meenemen. Ja. En dat je dat ook doet. Waar wij gebruik van maken, en dan ga ik hele mooie woorden gebruiken waar ik zelf de helft niet van snap, maar wij maken gebruik van een hedonistisch prijsmodel. Oh ja, die wat in zoverre inhoudt dat er is altijd de veronderstelling dat als je een dakterras hebt, dat je woning dan meer waard is. Ja. Maar dat is voor mensen die op zoek zijn naar een tuin, is dat helemaal niet het geval. Ja. Dat betekent dat als je in een hele populaire buurt woont, dan zijn al die facetten van de buurt. Dus stel even, dit is een buurt waar de beste coffeeshops zitten, het beste café en een fantastische bioscoop. Dat zijn unieke factoren, denk jij, voor jouw woning. Maar ook voor die van de buurman. En ook voor juffrouw Jannie verderop. Dus al die unieke factoren van een buurt, die zitten al verpakt in de verkoopprijzen van jouw buren. Daarom is het heel erg makkelijk om eigenlijk alleen maar naar die panden te kijken. Dan zijn er nog heel veel unieke kenmerken, maar die zitten eigenlijk vast in jouw huis. En dat betekent ja, maar die vraag je hem niet en die kun je ook nergens ophalen. Nee. De staat van onderhoud, toevallig bij mij, is dat echt een belangrijke factor. Ja, nou, oude huizen, weet je, als je alles verrot is. Dan het hele mooie is dat wij tegenwoordig allemaal rondlopen met een fantastisch apparaat in ons broekzak. Nee, maar er zijn 1001 foto's van mijn huis, dat weet ik. Ja. Gebruik je die ook? Die gaan wij straks, als de stijgers iets verder weer opgebouwd zijn om door te bouwen, gaan we mensen ook de mogelijkheid geven om zelf foto's toe te voegen. Ja. En op dit moment maken wij gebruik van foto's die we online kunnen vinden. Om een veel betere inschatting te kunnen maken wat een woning waard is als die al op de markt staat. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld kunnen kijken naar hoe mooi is de keuken in vergelijking met andere keukens in de buurt. Nou, ook daarin geldt heel erg dat als je dat een paar 100.000 keer doet, en wij hebben op de achtergrond hebben dat een paar miljoen keer gedaan, kunnen wij langzaam best wel goed worden in het inschatten van de staat van een woning op de oppervlakte. Wij kunnen onmogelijk bij jou soort van met een vinger in de muur even voelen of het hout aan het verrot is. Maar daar ga je eigenlijk steeds meer gebruik gaan maken van mensen die in de woning zijn, een bezichtiging aan het doen zijn en op die manier zoveel mogelijk data kunnen verzamelen. Oké, dus dat is wel echt jullie volgende stap, dat je van de relatief afstandelijke informatie die natuurlijk kadaster, scrapen jullie ook Funda voor? We kijken onder andere naar huizenwebsites in Nederland. Ja. We kijken naar Funda, we kijken naar overal waar jij zelf kunt komen, daar kijken wij ook. Ja. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar datasets van hoeveel bomen er in de buurt zijn. Precies, maar dat is wat je nu doet. Ja. Maar je zegt eigenlijk in de roadmap gaan jullie ook toe naar mensen die een bezichtiging doen en via jullie crowdsourced informatie. Gecrowdsourced subjectieve informatie. Ja, heel erg. En ook daarin geldt, we hebben heel erg nagedacht over wat doe je nou als individu of als stelletje als je een huis gaat kopen. Nou, je begint eigenlijk heel erg op Funda, ben je aan het zoeken. Het is een heel mooi platform, alles staat daar. Ik zie geen enkele reden om dat aan te vallen. We hadden trouwens de CEO van Funda. Ja, Quinten is hier natuurlijk geweest. Hier nog een paar maanden geleden. Kijk even terug in het archief. En ik, volgens mij een andere bekende, Ime, die zit nu ook bij de NVM, Ime Posma. Ja. Het is eigenlijk heel erg mooi dat er steeds meer technologie ook naar die kant toe gaat. Ja. Dat is heel erg de zoektocht naar een huis. Dat is dus het beginpunt. Het einde van die zoektocht is de financiering. En daarbinnenin, daar vond ik zelf dus zeg maar, het stomme stukje. Een heel groot gat waarbij het verkrijgen van informatie heel erg tijdrovend was. Niet altijd accuraat. En je moet dan zelf maar gaan pielen in Excel-sheets om erachter te komen of dit nou allemaal goed is. Dat stukje hebben we heel erg opgepakt. Ja. Hey, maar de andere kant van de medaille is, maakt het nou eigenlijk uit wat je huis waard is als dit het bedrag is wat je ervoor over hebt? Nee, het maakt niks uit wat die woning waard is. Maar het is wel goed om, omdat je het maar een paar keer in je leven doet, om na te denken over de eventuele consequenties. Als wij er bijvoorbeeld bij Walter achterkomen dat deze woning echt heel veel hoger geprijsd is dan de rest van de buurt. Het leuke is dat wij nu samen met onze gebruikers steeds meer woningen voorbij zien komen. En je kan een videoafspraak boeken om ook met ons door die woning heen te lopen. Oh ja? En het fijne daarvan is dat we steeds beter begrijpen dat als een woning bijvoorbeeld 10-20% duurder is dan de andere woning in de buurt, dan moet je heel erg verliefd worden op die woning om het verstandig te maken om hem te kunnen kopen. Ja. Want nu is het natuurlijk allemaal heel erg mooi. We noemen dat een verkopersmarkt. Je kan eigenlijk vragen wat je wil en dan lang genoeg wachten, komt er wel iemand langs. Ja. Maar de historie leert dat het ook wel weer eens naar beneden gaat. Nou, en dan wil je eigenlijk weten hoe soort van crashbestendig is de buurt en de woning die ik ga kopen. Zodat mocht ik onverhoopt er over 5 jaar sneller uit willen dan ik dacht, Nou, dat je niet over 5 jaar helemaal maar pech hebt. Kijken jullie dan weer naar de historische data van de vorige crash, 10 jaar geleden geloof ik? Ja, ja, dat is nu ongeveer het is 2008, is dat is bijna 10 jaar geleden. Ik ben zeker geen expert op dat gebied, maar het gaat naar boven en het gaat ook weer naar beneden. Ja. We willen bij Walter zijn we heel erg bezig om te kijken naar historische data. Proberen nooit te voorspellen wat een woning gaat doen in de toekomst. Maar ik kijk heel erg naar de dag van vandaag. Ja. Dus als je hem vandaag wilt kopen, is het dan een verstandige beslissing? En als je zegt ja, hoeveel zou je dan moeten bieden? En daar kunnen wij je dan vervolgens mee gaan helpen. Hey, er zijn nog één bukje in de site. Maar... Eentje maar. Okay, gelukkig, dat is geen probleem. Ja, je hebt één probleem gehad. Nee, maar complimenten. Nu heeft hij één buk. Ja, ik had hier geen probleem. Dames en heren, deze site is tijdens deze uitzending gelanceerd. Dus we vergeven dat. Maar, en er zit nu nog één dingetje, dat loopt de data niet helemaal goed in. Ja, dan hebben we inderdaad nog wat werk te doen. Nee, maar er zijn hier te weinig woningen. Dus, wat wil jij vragen? Ja, dat is een goede vraag. Weet je wel? Wat ik ook weer wilde vragen. Oh ja, dat was het. Je zei van een beperkt bedrag, minder dan 1 tientje per maand betaal je voor informatie. Waarom kan jij dit nu wel allemaal zien? Is dit in de proeffase? Nee, of kan je 1 keertje gratis informatie ophalen? Nee, we hebben eigenlijk gezegd dat wat iedereen nu vandaag de dag kan doen, dat kun je altijd blijven doen. Het is informatie waar wij een klein beetje voor betaald hebben. Die gaan we heel graag delen met iedereen, omdat wij vinden dat kopers en verkopers naar dezelfde informatie zouden moeten kunnen kijken. Of je nou een abonnementje hebt, ja of nee. Als je nog wat verder terug wilt kijken, als je meer details wilt weten, en denk daar met name aan de informatie die in een taxatierapport staat. Wij weten van elke woning bijvoorbeeld ook een stukje over de waardering. Wij weten hoe hoog een pand mag zijn en hoe hoog een pand op dit moment is. Nou, dat is eigenlijk weer een laagje dieper. Daar zou je nu voor gaan betalen. Ja. Voor wat je nu ziet, maken 100 rapportjes per dag aan en dan zijn wij heel erg blij. En uiteindelijk geloven wij dat het grootste verdienmodel wat wij op hele korte termijn gaan lanceren, is dat wij dus mensen daadwerkelijk gaan begeleiden met de aankoop, gaan helpen met de onderhandeling, met alle kennis en alle data die wij hebben verzameld. En we dat gaan doen voor €999, los van het bedrag dat de woning waard is. Ja, maar dat doe je echt in persoon? Of, of doe je dat? Nee, dat doen we, daarom noemen wij onszelf ook makelaar. Ja. We gaan ook spelen dat wij een makelaar zijn. Ja, en maar jullie zijn een makelaar met heel veel data waarop je baseert. Ja, dat is wel grappig, want al het andere wat je tot nu toe vertelt is vrij schaalbaar. Ja. Dit laatste aspect wat minder. Iets minder, ja, maar je kunt straks gewoon met iemand via die afspreken om te laten ondersteunen bij een bieding of een... Ja, kijk, en wij geloven heel erg dat als je zoveel data hebt zoals wij aan het verzamelen zijn... dat je niet 5 klanten per maand kan helpen, maar wel 10 per dag kan helpen. Ja. We kijken niet alleen maar naar Amsterdam, maar we kijken naar heel Nederland in eerste instantie. Dat betekent dat wij straks in verschillende plekken in Nederland zullen wij mensen hebben werken bij Walter... Ja. Die jou gaan helpen op lokaal niveau om die biedingen te gaan doen. Ja, precies. Dan even naar Twitter. Johan Schaap die vraagt, gaat dit de makelaar vervangen? Het antwoord is nee, we worden zelf makelaar. We worden zelf makelaar. We gaan meedoen in dat spel. In het spelletje. Alleen op basis van niet een black box en ik weet wel goed wat goed voor jou is. Nee. En ik zou dit bieden. Nee, het is vertrouw mijn gevoel. Nee, absoluut. Zeggen jullie, wij doen dat anders. Ja, wat wij doen is dat wij zeggen, dit zijn de berekeningen. Dit is hoe wij het gedaan hebben. Ga zelf met ons meerekenen als nodig. Maar dit is onze zienswijze op de data. Veel van onze gebruikers zijn op dit moment makelaars. En het mooie van die groep is, die we ook regelmatig spreken... is dat zij nu meer tijd hebben om echt met hun klanten te praten... om echt mee te gaan denken wat de perfecte woning zou zijn. Omdat die 2-3 uur nummers in Excel zetten, dat doet Walter voor hen. Ja, jullie staan aan het begin. Ja. Nogmaals, tijdens... 10 minuten oud. Nog geen eens een peuter. De laatste keer dat je hier was, heb je verteld hoe dat bij Karma is gegaan. En, Karma was een groot avontuur. Een roaming, hotspot, hardware, investeerders, veel gedoe. Ja. Johan Schaap die vraagt op Twitter naar alle ervaringen in het verleden, daarom leid ik hem even in. Ja. Is jouw nieuwe bedrijf nu bootstrapped of heb je investeerders? Nee, wij hebben ook nu weer investeerders binnengehaald. Ja. Een hele grote groep, of een hele mooie groep aan Nederlandse en buitenlandse ondernemers. We zijn ook nog bezig om wat meer geld op te halen binnenkort. De ervaring die ik daar heb meegemaakt was juist heel erg dat met een klein beetje extra geld kun je veel meer talent aannemen. Je kunt iets groter denken dan misschien soms verstandig is. Dat hopen we hier iets verstandiger te doen. Maar tegelijkertijd de grootste les daar is dat we een industrie in kunnen gaan waar we vrij weinig verstand van hebben en echt iets nieuws neer kunnen zetten. En ik denk dat in de makelaarij al heel veel decennia eigenlijk hetzelfde wordt gedaan. En dat nu voor ons de tijd is om juist met een stukje extra funding, met soort van de grootheidswaan van het een keertje buiten Amerika proberen terug te brengen naar Nederland. En ervoor zorgen dat we echt een nieuwe manier gaan neerzetten hoe mensen woningen gaan kopen en gaan verkopen. Ja, wat mij het lastige hierbij lijkt, want ik ben het 100% met je eens dat die makelaarsmarkt, het is hoog tijd dat dat verstoord wordt. Dat dat disrupted wordt, zoals dat heet. Al was het alleen maar op basis van mijn eigen ervaringen de afgelopen periode met het kopen van begeleiden van het kopen van een huis voor mijn ouders. Ja. Maar de essentie van die markt is wel dat je eigenlijk een makelaar moet nemen, omdat die mensen onderling, de verkopende en de kopende makelaar, elkaar wat gunnen. Ja. Gun jij dit huis aan mijn klant, dan gun ik straks dat huis wat ik verkoop aan jouw klant. Ja. En daar gaan jullie niet tussen komen. Nou, daar gaan we wel ons stinkende best voor doen. Oh. En we hebben prijsanalyse, dat zal allemaal wel. Maar echt dat huis wat mijn ouders hebben gekocht, hadden ze echt niet gekregen als ze geen makelaar hadden gehad die je vriendje was geweest van de verkoopmakelaar. Ja. Nou, ik denk dat ik ga dat niet betwisten, maar wat wij wel hebben gezien is die wij aan het meehelpen zijn op dit moment, is dat omdat wij niet weglopen van het labeltje makelaar. We hebben ook juist gezegd, we kunnen een hele mooie website maken. Daar zitten soms wat foutjes in, maar over het algemeen doet hij het vrij goed. Maar het is juist dat menselijke stukje wat wij ook gaan meebrengen. En dan zijn wij nu nog niet met iedereen vrienden. Want Walter is een vriendelijke jonge man, dus die gaat met steeds meer mensen vrienden worden. En ik geloof ook heel sterk dat wanneer jij als aankopende partij een goed onderbouwd bod doet, dat marktconform is, soms daaronder, soms daarboven, en je met een goed verhaal bij de verkopende partij terechtkomt, is heel erg de vraag, is die makelaar nog nodig daartoe? Oké, maar dan worden jullie ook echt een makelaar plus. Ja. Dus je gaat er ook die persoonlijke link bieden, maar op basis van data. Op basis van data en veel meer met jou meedenken, omdat geen één van de makelaars die bij Walter jou gaat helpen, die verdient op commissiebasis. Iedereen verdient, net als een engineer, verdient die gewoon een prima salaris. Dus onze incentive is eigenlijk altijd één op één gelijk met die van een klant. En dat is, wij willen dat jij zo snel mogelijk jouw droomwoning gaat vinden. Hey, we lopen al hartstikke uit de tijd, maar ik heb nog even een korte vraag. Ben je lid van de NVM? Ik ben geen lid van de NVM. Nee, als bedrijf? Nee, Walter ook niet. Nee. Ga je dat worden? Nee. Waarom niet? Volgens mij helemaal niet nodig. Je bent toch een makelaar? Ja, maar er zijn hele goede makelaars en heel veel goede adviezen die je kan doen zonder een stickertje op je deur. Ja, dat is wel leuk met Quinten een keer af te spreken. Ja. Ja, nou, ik kijk ook wel naar uit. Ik ben niet tegen de NVM, maar ik denk dat met wat wij nu hebben gezien, is het een stukje vertrouwen wat wij kunnen brengen naar de markt, is laten zien hoe wij onze berekeningen doen. Transparantie. En dus ook vertellen dat in sommige buurten zijn wij gewoon nog niet zo heel erg goed in die bepaling. Nou, dan gaan wij geen giswerk doen, maar dan gaan we dat gewoon vertellen. Ja. En omdat wij daar heel erg transparant in zijn, denk ik dat een keurmerk of een stempel, of het nou de VBO of de NVM is, simpelweg niet nodig is. En dan nog één laatste vraag. Echt inhoudelijk wel. Je bent echt een ondernemer puur sang. Je hebt verschillende dingen gedaan. Ja. Je bent altijd bij ons komen vertellen wat er lukte, ook wat er niet lukte. Ja. Van al die ervaringen, ook de mislukkingen. Wat heb je meegenomen uit jouw vorige bedrijven in deze start-up? Zo, mooie vraag. Ja, dat is een mooie vraag. Nou, ik denk uiteindelijk dat, als ik hem in twee delen ga beantwoorden, één is toch weer het stukje van een industrie ingaan met een stukje eigen frustratie. Om heel goed te luisteren naar klanten, om dan weer iets moois te maken. Dat heb ik afgelopen keren heel, denk ik, mooi kunnen doen. En dat passen we eigenlijk nu weer toe. En wat we ook hebben gezien is dat het vinden van talent een van de belangrijkste dingen is tijdens het bouwen van die start-up. Geen één van de mensen bij Walter is nu een makelaar. Maar wij worden langzaam wel mensen die heel erg veel van dat vak gaan houden. Alleen met een iets andere twist. Hè, dus we gebruiken technologie, we gebruiken design om het proces te verbeteren. En daarmee kunnen we onszelf eigenlijk opnieuw uitvinden als makelaar. Dat zijn de grote dingen die ik geleerd heb. Ja, nou ja, fantastisch. Weet je wel, een mooi verhaal. Dank je wel. Wat ik gewoon nog wil is, ik ga de eerste dagen elke dag kijken, op mijn huis meer waarde scoren. Ja. Maar kan ik ook daarna nog gewoon tegen jullie zeggen van stuur me elke maand even een update? Of, of zeg het even als mijn huis meer dan 10% meer waard is geworden, zodat ik hem nu kan gaan verkopen. Als jij over 2 weken dat je weer afvraagt, dan beloof ik dat daar een knopje staat abonneer. Okay, en dan gaan wij jou gewoon heel netjes vertellen, dit is er in de buurt gebeurd. Dit is de impact die dat heeft gehad op jouw woning. En zo is mijn broertje heeft ooit een van die appartementen die ik 18 jaar geleden gebouwd heb, gekocht. Die is nu best wel flink aan het stijgen in de markt. Hij zegt van als hij nu op 200 staat, stuur mij maar een flesje champagne, maar dan ga ik hem verkopen. Oh ja. Nou, en dat is eigenlijk wat je wil, dat iedereen gaat kijken naar Walter als de bron van waarheid voor vastgoedwaarderingen. Stekel, dat is wat jij doet met je aandelen, toch? Absoluut. Ja, dus, dat ga je nu ook doen met een van de grootste investeringen in jouw leven. Ja. Nou, ik vind dat... We lopen uit de tijd, dan lopen we een keer uit de tijd. Niemand kijkt nog meer. Maar wij hebben... We kunnen het best goed om een keer te noemen. Leonieke, die werkt altijd onze uitzendingen uit. En dat doet ze, vind ik echt ontzettend goed. Dus die schrijft dat artikel op de website. Ja. En die wordt echt stikzagrijnig als wij langer dan een half uur zitten te praten. Dat is wel geworden, man. Ja. En ik heb pas nog weer geprobeerd of gewoon geautomatiseerd transcripties, maar dat werkt toch geen eten. Nee. Dus als je nog eens een keer een probleem wil oplossen, een ander probleem, dan heb ik er nog eentje voor. Ja. Ja. Nee, maar weet je... Wat ik echt heel mooi vond wat jij zei, en ik geloof namelijk ook gewoon dat het zo werkt. Weet je, je ziet die hype op de woningmarkt de afgelopen tijd. Ik ben er zelf ook altijd heel erg, want ik help wel eens mensen en ik ben zelf heel erg op basis van data met aandelen bezig. Wat jij al zegt met Michiel Berger, dat ken je ook, onze data nerd. En dat gaat eigenlijk ook verbazingwekkend goed, als je maar gewoon consequent gaat proberen te analyseren hoe zoiets werkt. Ja. Het meest fascinerende wat jij vertelde, wat ik vond, is dat je... denk ik inderdaad, gewoon op basis van de transacties van het afgelopen jaar... natuurlijk kunt bepalen hoeveel je moet overbieden op een huis hierachter in die straat. Ja. Natuurlijk kan dat. Ja, want iedereen kijkt naar elkaar. 2,6% hier in de buurt, weet ik niet toevallig. Ja, maar je gaat dus... het is een heel emotioneel stukje. Ja. En van mensen worden verliefd, we gaan ook wel eens mee met de bezichtiging. En daarom vind ik het echt wel fascinerend, dat als je dat er dus uit kunt halen... Ja. Omdat je gewoon op basis van data tegen mensen kunt zeggen... ja, het gaat niet om de emotie, dit zijn gewoon de feiten. Ja, het is even die reality check die nodig is in dat proces. Waarbij wij dat niet willen opdringen. We zeggen, je kan nog steeds kopen. Ja. Maar dan heb je in ieder geval eventjes dat momentje gehad van... misschien toch niet. Nou, en als we dat voor heel veel mensen kunnen doen... in hoge segmenten, lage segmenten... dan hopen we dat mensen verstandigere keuzes maken... En dat als puntje bij paaltje komt, het niet zozeer gaat om waar je gaat wonen, maar om hoe jij je leven gaat leven. Mm-hmm. En dat zijn de dingen die echt belangrijk zijn. Dat betekent dat je ook wel eens naar de portemonnee moet kijken. Ja. Mooi. Super. Kom je over een jaartje weer eens terug om te vertellen hoe het gaat? Ja, zeker weten. Dan bestaan we 10 jaar. Ja. Dan ben jij een van de gasten die toch best... Ik zet hem vast in de agenda. Ja, heel erg leuk. Hartstikke leuk. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Volgende week, dinsdagavond, zijn wij er weer. Zeker weten. Dag. Demo die werkt, ik heb het ook nog meegemaakt. Nee.